bij me. En daar staat op als eerste bedankt publiek. Want als jullie er niet waren, hadden wij niet zo'n leuke show kunnen brengen. En jullie zijn van harte welkom. En ook weer de volgend jaar, want dan doen we het weer. En als er mensen bij zijn die zeggen van nou, we willen graag ook zingen. Want Ongekend wil natuurlijk graag spelers bij hebben. Maar wij willen ook graag nog best wel zangers en zangeressen hebben. En vooral zangeressen, want wij zijn maar met een heel klein groepje sopranen en mezzosopranen. Dus als die komen, dan zijn we helemaal blij. Ik moet een aantal mensen danken, dat doe ik dan ook bij deze. Ik ga het kort houden, ik ga niet iedereen naar voren toe halen, want dat gaat veel te veel tijd kosten. Op de eerste plaats natuurlijk de sponsoren die wij hebben gehad. Dat zijn er 7 in totaal, ik noem ze even. Scoopy voor alle kortingen op en soms gratis boodschappen. Kijk vooral op die website en ga vooral kortingen scoren.
de pomdealer met allerlei auto's in het Duitse segment, zoals Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Alveru, dat staat voor Algemene Verkoopunie en zij verkopen online huistuin- en keukenproducten, gereedschappen, merkhorloges en accessoires en nog veel meer, maar dan moet je zelf maar op de website kijken. Depot 33 voor het interieurontwerp, inrichting en afbouw van woning, winkel en kantoor. Next to me, als u gemasseerd wil worden, zowel triggerpompmassage, maar ook sportmassage. Ze doet ook medical taping en is gespecialiseerd in ADHD en hoogsensitiviteitsmassage. Voor de liefhebbers. Dan hebben we nog Van Horen en Van Hees, die zorgen voor bladmuziek en voor muzieksaccessoires. En tenslotte onze drukker printkader. Dat waren de sponsoren. Nu nog een aantal gasten. Vanuit het atrium zijn een aantal mensen die ons enorm geholpen hebben. Onder andere is dat Richard Mulder, onze conciërge. Voor hem heb ik hier een envelop en die krijgt hij zich mee. Dan hebben we nog een aantal leerlingen die ook heel erg hard geholpen hebben. Dat waren Silke en Lia, die hebben jullie bij de kassa bij de ingang gezien. Silke en Lia, jullie hebben En dat zijn ook achter de tafel, helemaal achterin, voor het licht en geluid, Hugo en Kasper. Ik pak het dan meteen allemaal eruit. Ik heb gewoon een tas vol, dat heb ik altijd. Verder hebben wij voor het licht en geluid ook vooral geholpen en een beetje vormgegeven. Theo, die achterin de zaal zit. Het hele optreden is helemaal opgenomen door Johan op video en daar krijgen we straks weer een mooie dvd van, zodat we onszelf kunnen zien. Zodat we ook kunnen zien waar het een beetje minder ging en waar het vooral heel goed ging en dat we daarvan leren. Verder hebben we Ton, ik weet niet, ik kan het niet zo gauw zien zitten, maar die heeft de foto's ondertussen nog gemaakt. Vooraan, maar ik kan bijna ook nog. En niet te vergeten, Wilco voor zowel de arrangementen als de muzikale leiding. Voor deze vier heren is er ergens een fles wijn, geloof ik. Niet één fles wijn, voor iedereen een fles wijn, maar die komt eraan. En dan niet te vergeten, de mensen waardoor het mogelijk is geweest dat we hier staan, die al 4, 5, 6 maanden bezig zijn, dat is de optredencommissie. Dat zijn Mieke. De opperregelaar noem ik haar maar even en vooral de grote organisator, dat is Christine. We hadden ook nog Ineke voor de choreo. Ja. Ze was niet alleen aan elkaar praten, maar ze was ook degene die ons in de juiste standjes heeft weten te zetten en binnen 10 tellen op onze plaats wist te krijgen iedere keer. Nou, daar heb ik ook wat cadeautjes voor, maar dat komt straks. Verder heb ik ongekend natuurlijk. Ik heb voor jullie iets lekkers voor als jullie weer een keer gaan repeteren. Dat jullie dat ook kunnen gaan nuttigen en genieten daarvan. Dank jullie wel voor jullie gastvrijheid. En voor Smarters Voren natuurlijk, voor mijn eigen koor heb ik ook meegenomen. Zodat zij ook morgen, als wij dit gaan evalueren en als wij dit nog een keer de repetitie gaan hebben, dat we ook lekker kunnen snoepen. En dan zou ik nu zeggen, aan de borrel.